Ja, Saken is al vaker bij ons geweest. Saken is dit ook lid geworden. En Saken heeft gekeken naar de log van Shell, volgens mij. Ja, klopt. Welkom. Ik ga een praatje houden over mijn ontdekkingstocht over hoe Log4Shell eigenlijk werkte en hoe dat eruit ziet op het netwerk, want dat is natuurlijk mijn interesse. En hoe ik daar steeds verder in ben gegaan, tot op een gegeven moment ik met iemand zat te praten uit Brazilië die mij had gehackt. Dus het is een leuke journey en ik hoop dat jullie het interessant vinden. En gaandeweg laat ik wat WireShark dingen zien, komen wat WireShark tips naar voren, dus je kan er ook nog je voordeel mee doen. Ja, wie ben ik? Ik ben niet geïntroduceerd door Ronnie, dat is heel jammer. Behalve dat ik WireShark doe. Ik noem mezelf relatietherapeut voor computersystemen, omdat ik kijk naar communicatie tussen systemen en daarmee problemen oplos. Root cause analysis en dat soort dingen. Nou, ik ben lid van het WireShark Core Development Team sinds 2007. En de laatste tijd heb ik niet zoveel meer met ontwikkeling gedaan, maar ik zit wel in de advisory board en ik hou me bezig met de organisatie van SharkFest en dat soort dingen. In 2010 ben ik voor mezelf om van troubleshooting mijn werk te maken. Dat was deel van mijn werk, maar ik wilde dat mijn volledige werk laten zijn. Dus ik doe root cause analysis, protocol analyse, training op dat vlak, dat soort dingen. Dus mocht je dat ook nodig hebben, je weet vast wel te vinden. Even een paar vraagjes om te kijken hoe dit publiek zeg maar, met Log4Shell in aanraking is geweest. Wie heeft er nog nooit van gehoord, behalve dan de sessietitel van vandaag? Serieus? Oké, waar was jij december vorig jaar? Ja, maar Log4Shell nog van gehoord. Wel van de vulnerability. Van de vulnerability in Log4j. Ja, maar dat is Log4Shell. Dus het is meer dan. Nee, ik denk al van. Ik kan me niet voorstellen dat hier iemand er niet mee te maken heeft gehad. Wie was er niet vulnerable daarvoor? Nou, toch een aantal mensen. Of weet je het gewoon niet zeker? Dat is natuurlijk ook een dingetje. Maar het feit dat bijna niemand zijn hand opsteekt, dat bijna iedereen was vulnerable. Wie is er druk bezig geweest met daar onderzoek naar doen en patchen en dat soort dingen? Nou, ook veel handen denk ik, ja. En wie is er succesvol getagd? Voor zover je dat natuurlijk kan en wil delen. Ja, nou ja, we hebben vanochtend gehoord dat niet nodig is, dus steek allemaal je hand op. Ja, ik wel. Ja, goed, purpose. Maar, ik ben blij dat jullie in ieder geval goed binnen hebben weten te houden. Dat laatste is dan een zinloze vraag, want als jullie niet hebben, jullie ook de pcaps niet. Ik wil de pcaps hebben, want ja, ik ben natuurlijk netwerkspecialist, dus ik wil zien hoe het eruit ziet. Nou, in eerste instantie, als je goed keek in de titelslide, er stond een WhatsApp berichtje in een groep waar ik in zit met ZZP en de netwerkers. En daar kwam een berichtje, zware vulnerability in een logging library. Ik vind logging library, zware vulnerability, heeft niks met mij te maken, ik kan gewoon lekker door met mijn leven. Maar ik was wrong. Want ik draai Ubiquiti Access Point thuis. En de Ubiquiti Access Point, de controller daarvan, is in Java geschreven. En daar draait Log4j op, onder water, zonder dat ik het wist. Dus mijn aanname van, dit is niet voor mij, want ik heb geen Log4j, dat klopt niet. En dat is meteen ook een beetje het risico van deze aanval, of deze vulnerability. Nou, wat maakt dan Log4j zo, dat het zo meteen echt crisis was? Hele grote attack service, want heel veel implementaties van de Log4j library. Een remote code execution die gewoon heel makkelijk te triggeren was. Met ook data die uit het user domain kan komen, ook unauthenticated data. Dus je hebt een hele grote input mogelijkheid om jouw remote code execution ergens in te brengen. Nou. Plus wat het product niet, want het zit ergens onder in een ander product. Dus dat maakt het gewoon het heel gevaarlijk. Nou, december vorig jaar. Wat was dat voor product wat dat plaatje op de vorige slide? Eerst dat er adrenaline stond, maar. Nee, Errol died. Ik wil twee componenten iets laten zien, dus dan ga je zoeken naar twee componentenlijn.
Dus het zijn gewoon, ik vind het wel grappig om plaatjes erbij te verzinnen. Die... Maar goed, dus meerdere componenten. Dat was een beetje het doel van dit plaatje. Nou, er waren natuurlijk talloze memes in die tijd. Ik heb me suf gelachen, maar alle plaatjes die langskwamen. Ook al is dat natuurlijk een heel serieus probleem en was het eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het leuke is dat dan zo'n community dat met humor ook weer oplost. Maar goed, ik wil de pakketjes zien. Want ja, dat ben ik. Ik heb een afwijking. Chris Greer, vriend van mij, die heeft wel een, die presenteert ook op Sharkfest. Die had een YouTube filmpje ervan gemaakt. Daarvoor had hij als basis van Brad Duncan van Palo Alto had hij de trace gebruikt. Maar die trace die laat alleen maar zien een poging tot attack, maar niet een daadwerkelijke attack all the way. Ik denk van ja, daar heb ik niks aan. Ik wil alles zien. Nou, dus ga je nadenken, hoe ga ik dat doen? Nou, de eerste gedachte is, ik zet een systeem wat vulnerable is op internet. What can go wrong? Dus, nou ja, hoe lang zou het dan duren voordat het effect was? Ik wil mijn publieke IP-adres er niet in hebben zitten. Dus ik dacht, van, nou, dan ga ik testen met 4G. En dan blijkt 4G carry gate nat te doen. Dus dan kan je geen inkomende connecties ontvangen. Dus dat werkt allemaal niet. Maar most importantly, ik wil niet deel zijn van een attack van iemand anders. En op het moment dat ik attacked word, dan ben ik zeer waarschijnlijk ook een attacker naar andere mensen toe. Dus dat was niet zo'n goed idee. Wat dan? Misschien kan ik het zelf gecontroleerd in de omgeving doen. Nou, ga je zoeken. Vulnerable systeem nodig. Ik heb een attacker systeem nodig. Nou, daar heb je LDAP en HTTP servertje voor nodig. Daar best wel veel opzetten. Maar goed, Google is your friend. Dus ik ging zoeken en ik kwam uit bij een presentatie van Hack5. Van iemand die daarover presenteerde. De library of de proof of concept code die ervoor gebruikt was, kwam bij iemand anders vandaan. Dus downloaden, installeren, filmpjes aanmaken en aan de gang. Dus twee systemen, een attacker en een victim. En wat er dan gebeurt in zo'n attack is dat er is iets met een bepaalde user data wat uiteindelijk gelogd gaat worden. Als je daar dan je in doet, zou in principe zelf moeten werken. Nou, wat gebeurt er? Die applicatie die logt dat via Log4j. Die Log4j, want de vulnerability zit in een Jindy lookup. Dus er wordt een Jindy lookup gedaan naar een LDAP, in dit geval een LDAP server, kan ook RMI zijn. Die LDAP server die stuurt een referentie naar een HTTP object. Het kan ook op een andere manier, maar in deze attack service was het een referentie naar een HTTP server. Daar wordt een object opgehaald en dat object is een Java class die uitgevoerd gaat worden. Dat is de vulnerability. Nou, ja. En, in dit geval zat er een reverse shell in. Dus dat. Toen had ik mijn packets. Nou, wat is leuker dan naar packets kijken? Beter live dan in een demo of in een slide. Moet ik alleen even kijken of dat. Even kijken. Even kijken. Is wel een beetje klein volgens mij. Open recent, daar zit die niet in. Ja, deze. Nee, niet. Open. Goed, dus dit is. Ik zal even het fontje iets groter maken. En eventjes het hele scherm. Dit is zeg maar. De attack. Nou, wat ik meestal doe als ik. Nu komt een stukje WireShark tips ook. Wat ik meestal doe als ik iets ga analyseren, is maken even een kopie van mijn profiel. Voor degene die niet weet dat je profielen kan gebruiken. Profielen zijn samenvattingen of eigenlijk een totaal beeld van je configuratie. En daar kan je dus andere dingen doen. Zoals we NLU van maken. Dan kan ik hier gewoon in rotzooien zonder dat mijn basisprofiel aangevallen wordt of veranderd wordt. Nou, die IP-adres vind ik ook niet helemaal duidelijk, dus ik ga er even een naam aan geven. Edit resolve name, dit is, even kijken, dit was de attacker. En nou, dan moet ik ook de namenresolutie natuurlijk even aanzetten. En dan zul je zien dat eigenlijk die namen al bekend zijn. Oh nee, in dit geval niet. Dat is interessant. Het zat wel in de trace van namelijk, dus dat is dan even interessant waarom dat niet. En die andere, dat noem ik dan de victim. Dan hebben we iets meer, iets duidelijker voor ogen wie wat doet bij wie. Nou, wat gebeurt er dan? Ik zie hier die post, die login. Nou, wat wordt daar weergegeven? Username en password. In de tweede poging zie je dat ik al een test doe. Nou, ik wil dit eigenlijk gewoon
als een kolom hebben, dus ik kan deze. Die value kan ik hier als een kolom toevoegen. Dus hoef ik niet elke keer mijn ding te openen. En ik wil even van die tweede, het wachtwoord wil ik vanaf. Dus ik kan de kolom aanpassen. Nadat ik zeg van joh, ik wil occurrence 1 hebben. Dus alleen het eerste veld, daar ben ik in geïnteresseerd. Nou, dan heb ik een kolom waarbij ik kan zien wat voor form field naar mijn vulnerable systeem wordt gestuurd. Je ziet eerst gewoon een test om te kijken of hij bereikbaar is. Dan een test om te kijken of er überhaupt iets gebeurt. Hoe zie ik dat? Nou, je ziet vlak na die post zie je een SYN naar poort 389, de LDAP poort, naar de 203.0.113.217. Dat is de attacker. Nou, dat draait niet op die LDAP poort, dus je ziet een reset terugkomen. En er komt dan alsnog een respons waarin er gezegd wordt... Hier, de password you entered was invalid. We will log your information. Dat is gewoon die test Java-applicatie. Maar bij de volgende, waarbij je met LDAP gaat naar poort 1389, dus de LDAP-poort die de attack software heeft opgezet, daar zie je dat daar succesvol verbindingen erop gezet wordt. Je ziet alleen niet dat het LDAP is. Dat komt omdat het geen standaard poort is. Er zit geen heuristic achter, dus ik moet even die code S doen. Om te zeggen van die poort 1389, dat moet ik nu interpreteren als LDAP. En dan zul je zien dat de LDAP wel netjes weergegeven wordt. Dus je krijgt een bind request, een bind response, een search voor het A-object, wat hier in die tag genoemd was. En vervolgens krijg je het result. Even kijken. Search request. En hier zit, als het goed is. Ja, referentie, je ziet hier al een referentie naar die HTTP-server. Dus die Jindy-code die gaat nu die HTTP-server gaat die ophalen, die exploit.class. En die exploit die zit dan hier. Dat kan ik even laten zien. Oh. Nou, dit is een Java-klas. Wat je daar ook al in ziet is dat er bepaalde dingen met bin shell, dus er wordt iets gedaan met een socket. Dus dit is een Java-klas die een remote shell-connectie opent. Die wordt uitgevoerd. Nou, daar zie je voor de rest niks van. Je krijgt ook geen respons op die initiële inlogpoging bij die website, want er komt niks terug wat die website kan gebruiken. Maar die Java-klas is wel uitgevoerd. En dat zie je dat ik vervolgens vanuit de attacker kan ik een... De victim die opent een reverse shell naar de attacker toe, waarover die attacker dan weer dingen kan doen. Nou, als ik daar een follow stream van geef, ik doe trouwens een heleboel dingen met keyboard shortcuts. Ik zal even die URL gebruiken. Ik zal het met keyboard shortcuts neerleggen. Eenvoudiger. En je ziet dus dat nu door die reverse shell die geopend was naar de attacker toe, kan je op dat systeem dingen doen. Nou ja, wat je doet, dat is dan vervolgens natuurlijk aan. Nou, even wat tips. Een honeypot. Wat specifiek voor log voor Shell is gebruikt. En toen kwam ik op de Log4j tools terecht. Dat is een honeypot, maar ook een tool waarmee je dan die LDAP request eigenlijk af kan vuren en die content binnen kan halen. En ik denk, dat is interessant. Dan kan ik meteen ook kijken wat er dan gestuurd wordt. Nou. Python webserver die checkt voor $string of $accolade in de request log. En als dat voorkomt, dan logt of die in de totale request, als dat voorkomt, dan logt hij dat. Nou. Als je dan zelf die logs regelmatig bekijkt, dan kan je natuurlijk gewoon met die fetch payload kan je dan die payload ophalen en die verder analyseren als je wil. Alleen wat heel vaak gebeurde, dan keek ik 's avonds en was het een dag geleden of een paar uur geleden dat ik aangevallen werd. Ja, dan is natuurlijk die payload al lang weer weg, want dat is natuurlijk alweer ergens anders naartoe verhuisd.
Dus ik heb toen een WhatsApp alert bot gemaakt die met een aparte toon een berichtje gaf als ik aangevallen werd. Nou, vervolgens zit je op de bank film te kijken en komt de tech binnen snel naar de laptop die exploit proberen down te loaden. Nou, dat ging al een stukje beter, maar nog niet helemaal perfect. Maar goed, ik heb een aantal dingen opgehaald en helaas is mijn gebruik van CombiBot is zeg maar nu verlopen, want ik heb te veel berichtjes blijkbaar gestuurd. Goed, ik kan ze gaan betalen, maar goed, ik kan wel een andere manier vinden. Nou, wat zie je dan? Mijn servertje gaf even terug, netjes uit 2001. I'm sorry, I'm afraid I can't do that. Je ziet dus in de user agent of in een referrer of in andere velden komt dus die Yindi string terug. Nou, deze, die DNS, dat is eigenlijk alleen maar een probe. Want die DNS, het doel van deze is niet om een Java-klas binnen te halen, maar puur om een DNS-request ergens naartoe te sturen. Zodat je ziet dat dat DNS-request gedaan is vanaf het systeem wat je net attacked hebt. En dan weet je, oh, die is dus vulnerable. Die kan op het lijstje met vulnerable systemen. Nou, je ziet dat dus in dit geval echt in alle mogelijke headers is geprakt. Van, joh, als er maar iets gelogd wordt, dan komt het ergens bij log4j terecht. En dan krijg ik mijn DNS-request en dan weet ik dat er een systeem vulnerable is. Nou. Dan heb je ook de dingen die binnenkomen die wel meteen een attack zijn. Je ziet hier eigenlijk hetzelfde als die ik net zelf in mijn exploit had. Er wordt een LDAP server op port 1389 opgestart. En er zit een exploit Java-klas in en die wordt dan opgehaald. Nou, ook leuk om te zien, mijn notes voor straks, leuk om te zien binnenkomen, maar ja, dan, wat dan? Ja, wat moet je er dan voor de rest mee? Nou, eerst maar eens kijken hoeveel dingen er binnenkomen. Dus dan gaan we even kijken naar demo 2. Hij vraagt hier of ik wil save, want de namen die ik net heb toegevoegd, die kunnen opgeslagen worden in PKPG-formaat. Dus hij vraagt of ik dat wil doen. Nou, dat wil ik nu even niet. Ik dacht dat ze er al in stonden, vandaar dat ik net verbaasd was. Nou, even kijken, wat heb ik voor demo 2 bedacht? Nou, je moet natuurlijk een beetje gaan filteren op HTTP-request, om te kijken waar die aanvallen zitten. Deze kolom kan ik weer even verwijderen, want die heb ik nu niet meer nodig. Nou, dan zie je dat er heel veel dingen opgevraagd worden, allerlei environment, connect. Er zitten ook dingen, even kijken hoor, welke deze, dat is een vulnerability in een router. Dat je zeg maar, dan zie je dat je iets ernaartoe kan, een SOAP action naartoe kan sturen, waarbij er ook commands uitgevoerd gaan worden. Nou, heb ik zelf ook een keer gebruikt toen ik een router van iemand kreeg. En ik dacht van, nou, is dat een oud ding, is nooit geüpgrade. Kan ik daar inkomen zonder zijn wachtwoord? Nou, dat lukt uiteindelijk door deze methode. Dus ik vond het grappig dat die ook binnenkwam op mijn honeypot. Maar goed, ik herken niet zo snel waar de log4j attack zit. Ik kan wel in elk request gaan zoeken. Maar ja, dan ben ik ook een tijdje bezig. Dit is zeg maar, hier zit in december 23, 24, dus er komt niet super veel binnen. Maar ja, om daar nou in te gaan zoeken naar die dingen, dus dat wil ik slimmer doen. En dat kan je natuurlijk doen door, ik ga hier eerst een button transfer maken, dat ik zo meteen er terug kan komen. Dus HTTP request, dus dan heb ik een filter button dat ik in één keer dat filter kan toepassen. Maar laat ik eens kijken met een find bijvoorbeeld. Even kijken naar deze string. En nou is het vervelend alleen dat ik WireShark 4 nu gebruik. En er zijn wat dingen in de display engine veranderd. Het is niet zo goed leesbaar dit, denk ik ook wel. Maar goed, waar ik op filter. Ik zal even een kladblotje maken. Even kijken hoor. Dat is beter leesbaar. Maar dit werkt in WireShark 3 werkt dit nog wel. Dan filter je op iets wat begint met een dollar en dan een accolade. Alleen in WireShark 4 werkt dit niet. Nou, wat ik daarvoor als oplossing heb, is dat je gewoon de hexcode kan opgeven. Dus dan doe ik het op deze manier. En dan zou het als goed is wel moeten werken. Oh. Wat is hier het voordeel van? Deze verbetering? Dit is een consequentie van dat er een verbetering is in een dynamisch veld.
Dus als jij opgeeft dollar, accolade en dan een veldnaam en dan accolade sluiten, dan vervangt hij dat stuk met de waarde van dat veld van het huidige geselecteerde pakketje. Dat kan heel handig zijn. Dus en die code is veranderd, die is uit de macrocode naar de interne display filter engine code verschoven. En daarmee is blijkbaar deze bug dat je niet meer daarop kan filteren. Dus dat is een bug die weer opgelost moet worden. Want die zou je theoretisch moeten kunnen filteren. Hij moet eigenlijk een check doen, is er wel een sluiting accolade, dan moet ik hem zien als een veld en anders niet. Maar goed, dat is voor de toekomst. Kon ik gisteravond niet doen. Nou, dan heb ik hier eentje gevonden. Nou, wat zie je dan? In de authorization is er een Jindy-veld opgenomen. Nou, ik denk dat niemand zijn authorization logt, dus waarom dat hierin zit, dat vind ik interessant. Maar ik denk niet dat het ooit een attack raakt. Nou, dat wordt dan op een aantal manieren gedaan. Hier zit er eentje in een cookie. Nou, dat is wel interessant, want als iemand cookies logt, dan wordt dat natuurlijk, raakt dat de... Nou, de user agent is natuurlijk nog veel interessanter, want die wordt wel vaak gelogd bij elke request. Dus dat betekent dat als dit langs het logvoortje heen komt, dat je dus vulnerable bent. Nou, hoe kan je dit nou mooi weergeven? Ik kan natuurlijk hier ook een filtertje voor maken. Dus ik kan hier natuurlijk zeggen van, maak hier ook een filter van, zeg maar, log voor Shell. Dus ik heb ook een filtertje voor. En ik kan er natuurlijk ook een coloring rule van maken, dat je ze makkelijker ziet. Dus dan ga ik naar de coloring rules. Even kijken, een nieuwe toevoegen, naam, log voor Shell, filtertje wat ik net heb toegepast en dan ga ik hem een lekker fel kleurtje geven zodat hij goed opvalt en dan wel even lichte tekst en als het goed is zie je nu, als ik gewoon er doorheen scroll, zie je wanneer er een log voor Shell attack binnen is gekomen, tussen in de context van alle anderen. Nou, dat gebeurt dus niet super vaak. Dat was natuurlijk ook net aan het begin van die aanval. Ik heb toen ik deze presentatie in Amerika gaf, toen heb ik mijn honeypot weer aangezet. En toen kwam er echt elke dag wel een paar keer kwam er een attack langs. Dus het wordt nog steeds gewoon veel gebruikt. Ja, ik kan even op de button drukken, dan zie je ze allemaal paars worden. Want dit is het filter wat dezelfde coloring doet. Dus van 23 december tot 3 februari heb ik, 26 pogingen gehad van attacks. Nou, daar ben ik verder op ingedoken, dus daar gaan we zo meteen mee verder. Even kijken, ik vergis me altijd in deze icoontjes. Ik weet niet waarom, maar... Nou, wat hebben we dan net, als het goed is heb ik alles gedaan wat hier op mijn lijstje stond. Filterbutton, ik had hem voor HTTP request gedaan. Coloring rule, filterbutton. Nou, vervolgens is het natuurlijk interessant van ja, wat doet nou? Ik kan natuurlijk die export kan ik uitpakken en dat zijn vaak shell scripts die dan weer dingen ophalen en dat dan gaan uitvoeren. Maar ja, dan wil je eigenlijk nog weten wat die nou precies gaat doen. Wat zijn nou die attacks die binnenkomen? Maar goed, hoe ga je dat doen zonder dat je jezelf qua schade toebrengt en ook zonder dat je iemand anders schade toebrengt? Nou, ik wist niet zeker, ik vertrouwde een VM op mijn systeem met mijn klantendata, vertrouwde ik niet. Ik denk, ik wil gewoon, dat mag gewoon niet, het moet op een apart systeem. Dus ik heb een oude PC gepakt, eentje die bij mijn moeder vandaan kwam. Heb daar Ubuntu op gezet, VirtualBox, zodat ik wat een VM'tje kon maken die ik makkelijk ook weer kon opschonen. En derde keer het VLAN op mijn firewall, met alleen maar... dat systeem in de security zone met een rule die niks toelaat, totdat ik zelf zeg van joh, ga dit nu maar wel toelaten. Nou, daarmee protect ik ook al anderen als het goed is. Nou, er zat ook geen netwerkverbinding, ik kon ook niet met SSH inloggen op dat systeem. Ik moest met toetsenbord en muis gewoon rechtstreeks op dat systeem, anders kon er niks. Ja, en dan gewoon kijken wat er gebeurt als je zo'n exploit uitvoert. Nou, vervolgens zie je natuurlijk in je firewall logging dat hij probeert ergens een quantum control server te benaderen. Nou, dan laat je dat verkeer specifiek toe en dan maar wachten of er iets gebeurt. Nou, dat was best leuk. Ik zat hier op mijn bureau gewoon te werken met mijn XR monitor en dan stond hier gewoon nog een XR monitor met mijn logging van mijn netwerk trace van mijn vulnerable system. En dat is best leuk om... Wordt aan me. Ik zal hem eventjes hier doen.
Doet hij nog? Doet hij nog? Ja. Even kijken. Dan. Overigens, als je Wireshark 4 wil gebruiken, dan zitten er nog best wel wat, wat dingetjes in die niet allemaal lekker werken. Dus ben je er echt van afhankelijk, dan zou ik dan zeggen, blijf nog even bij 3.6. Wacht nog even 1 of 2 updates van 4 af of je, voordat je er echt mee gaat werken. Even kijken, volgende file. Weer een stukje honeypot, wat komt er dan langs? Een versleutelde Jindy-string om alle detectie natuurlijk te omzeilen. Nou, er waren allemaal helemaal. Om dat toch te detecteren, dus dat heeft niet zoveel zin. Het is maar een tijdelijke oplossing. Maar je ziet hier een andere methode. Eigenlijk een class aangeroepen die al meteen de exploit teruggeeft. In plaats van dat hij nog weer via een HTTP-server moet. Nou, als ik dan wil weten wat daar in die base64 encoded string staat, dan kan ik met Shift-Command-O kan ik dat opvragen. Dat wordt dan weergegeven. En dan zie je dat ik hier dus die base64 string heb. Dus ik kan, als ik hier de start even zet naar, wat is het, 150 of zo. Nou, dat is te veel. Even terug. Dus dit is het begin van de base64 string en ik kan het einde kan ik eventjes de laatste karakters weghalen. En als je hem dan decode als base64, dan zie je dus wat daarin naar die server toegestuurd wordt, waar die server dan een Java-klas van maakt en die Java-klas wordt dan op jouw systeem uitgevoerd. Dus in dit geval, er wordt een exploit.sh opgehaald, die wordt executable gemaakt en die wordt uitgevoerd. Nou, wat is dan die... En die executable, nou laten we dan eens kijken, daar heb ik een mooi button voor, HTTP request. Daar wordt die exploit opgehaald. Als ik hier een follow TCP stream doe, dan zie je dat er voor een aantal platformen, dus voor x86, voor MIPS, voor MPSL, voor ARM, voor ARM5, naar alle platformen wordt een executable opgehaald. Die wordt exploit genoemd. Vervolgens wordt die executable gemaakt en wordt die ook uitgevoerd. Nou, dat wil ik natuurlijk niet op mijn victim systeem doen, want dat zit in mijn normale netwerk. Dus ik heb nu dit overgehaald naar mijn vulnerable systeem. Eigenlijk heb ik op mijn vulnerable systeem de export ook opgehaald. En daarvan zijn de traces, nou, die ga ik nu niet oproepen, want die zijn een beetje groot. Zoals je hier, even kijken hoor. Hier, deze directory. Als je kijkt naar deze file, dat is 2 gig. En dat was capinfos-taecu. Dan krijg je even de start- en eindtijd plus aantal pakketten en hoe lang het geduurd heeft. Even kijken, demo 03, case 01, vulnerable. Nou, dat was in nog geen uur tijd 1,6 miljoen pakketjes. Nou, dat wil je niet in Wireshark laden. Zoals jullie weten, wordt Wireshark een beetje traag op het moment dat je veel data instuurt. Nou, je kan wel met T-Shark natuurlijk even kijken. En dan doe ik even een count van de eerste 100.000 pakketjes. Ik hoef geen output te zien, maar wel statistieken. En ik wil statistieken hebben van IP. Nou, dan zie je even van de eerste 100.000 pakketjes wat daar aan communicatie is. Nou, ik moet natuurlijk wel een file min read. Dat is bij mijn file kwijt. Dat had ik in Amerika, dat had ik op mijn externe disk had ik met 17 gig aan data die ik verzameld had. Daar moest ik wat uithalen en ik gaf een verkeerd commando, bam, 17 gig weg. Oh, ik moet over 2 uur presenteren. Even kijken, demo 3, case 01 was het volgens mij, vulnerable. Nou, dan zie je dat er best wel veel data naar één systeem is. Er zit iets met Saturnbot, dat klinkt ook interessant. Nou, hoe ziet dat er dan uit op TCP niveau? TCP. Dus, ik had even een head erbij moeten geven.
Maar dan zie je dat er eigenlijk bijna geen data over TCP uitgewisseld wordt. Wel een aantal sessies naar die Saturn bot op port 80. Ook op port 59666. En ook weer naar port 80. Dus blijkbaar zijn dat, dat is mijn command en control center en daar gebeurt dus wat mee. Kijk dan naar UDP. Dan zie je dat daar dus die voornaamste data naartoe gestuurd wordt. Hij heeft mijn haar goed om, hoor. Die komt nog net niet ongemerkt binnen. Nou, dan zie je wat NTP-verkeer, wat DNS-verkeer en met name UDP-verkeer op port 80. En dan 147 MB in de eerste 100.000 pakketjes. En helemaal geen verkeer terug. Dus dit is gewoon puur flooden van verkeer naar een host toe. Nou, waar lijkt het op? Je bent deel van een botnet en je wordt ingezet voor een DDoS-attack. Gelukkig, mijn firewall die blokkeert dit, want dat had ik dichtgezet. Dus ik heb wel verkeer op mijn eigen netwerk, ik kan er een trace van maken. Maar ik heb geen systemen die dus echt aangevallen worden. Nou, als ik dan met T-Shark even minread demo 03 case 01 vulnerable. En dan doe ik even minwrite x.pkng. En dan even not UDP port 80. Moet ik het, dit is een capture filter, dat werkt natuurlijk niet. Ik ga UDP port. Ik heb de laatste tijd heel veel dingen met TCP dump gedaan, dus ik zit weer een beetje in dat. Even een veld maken die ik wat makkelijker op kan vragen. Zonder dat meteen mijn hele warzak volloopt. Maar dit duurt denk ik wel eventjes. Ik dacht dat dit sneller zou gaan. Anders moeten we misschien eerst alleen maar de eerste 100.000 pakketjes pakken. Dat is misschien makkelijker. Laten we dat even doen. Weet je wat, we doen gewoon dat filter niet. We pakken gewoon alleen de eerste 100.000 pakketjes. Die kunnen we wel snel openen. Move. Dat zie je dan, de port 80 verkeer. Dus ik ga weer even de HTTP request erbij pakken. Nou, dit zijn al die executables die opgehaald worden. En die worden dan vervolgens uitgevoerd. Dus eerst wordt die export opgehaald, die wordt uitgevoerd. Die gaat al die executables ophalen. En daarna zie je eigenlijk, als ik dan hier naar tcp.flex.syn=1 en not tcp.port=80. Dan zie je dat hij dus verbindingen opent naar die 59666. Nou, een van de meeste van die verbindingen die waren heel kortlopend en die deden voor de rest niet zoveel. Dus ik ga even kijken in de statistieken. En dan moet ik eigenlijk die uitzetten en dan even kijken naar al die verbindingen. Even kijken. Nou, dan zie je er deze, dit is eigenlijk de enige die langlopend is. Die andere heeft maar een paar pakketjes, dit is de langlopende. Dus als ik daarop filter, ik ruik wel een beetje door mijn tijd heen, geloof ik. Nou, dat valt ook nog wel tegen. Maar wat je hier wel in ziet, als dat goed is, is op een gegeven moment zie je een commando binnen. Nee, dat is allemaal nog. Dit is de verkeerde. Volgens mij zit ook een bug in versie 4. Wat ik al zei, gebruik hem niet in productie. Dus ook niet tijdens de presentaties. Want volgens mij is het een bug dat hij de stream pakt nu. Maar goed. Wat er gebeurt is dat je... er wordt in dat command- en control-kanaal wordt een commando gegeven van... je moet nu dat systeem voor zoveel seconden met dat soort verkeer gaan aanvallen. Nou, dat kom je dan daarin tegen. Nou, wat gebeurt er dan? Hier zie je ineens dat verkeer binnenkomen. Vanaf mijn geattackte machine wordt naar een andere machine op internet, wordt ineens allemaal port 80 verkeer met hele kleine deltatijden. Dus gewoon voor mij was dit full 100 megabit. Ik had hem op een 100 megabit link zitten. Gewoon 100 megabit werd gewoon even daar naartoe gestuurd. En dat gebeurde steeds. Nou,
Ook leuk, het merendeel van al mijn aanvallen die ik heb kunnen analyseren waren, hadden dit patroon. En ik heb het volgens mij teruggebracht dat dat waarschijnlijk een Mirai botnet is geweest waar je dan deel van wordt. En nou, leuk om te zien en fijn dat het niet de rest van het internet heeft lastig gevallen. Maar, nou, wat waren eigenlijk wat T-Shark tips, ook een beetje meer voor de referentie voor de, als je er later nog een keer terugkijkt. Vervolgens zat ik dus te werken en ik zie zo van die aanvallen langskomen, maar ik zie ook af en toe iets dat ik denk van, maar dit voelt interactief. Dit is niet iets wat afgevuurd wordt en gaat, ik zie iemand iets doen. Dus, en dat was een extra IRC command en control kanaal. Dus er was zowel een Mirai command en control kanaal en een IRC command en control kanaal. Dan denk ik, nou, IRC, kan je op inloggen, je kan berichten naar elkaar sturen. Dus, wat is er leuker dan kijken wat er gebeurt als ik een bericht naar mijn attacker stuur? Nou, daar heb ik ook een trace van. Even kijken. Even kijken hoor. IRC-kanaal. Oh, hij gaat nu een hele grote openen. Ik had iets anders aangetinkt. Nou, open. Dit was de bedoeling. Kijk, dat gaat sneller. Nou, TCP dat groter dan 0. Nou goed, dit ziet hij niet als IRC wel. Dat is op een andere plaats, dus ik moet weer die kant doen. Dan zie je al wat meer, maar je ziet nog steeds niet de berichten zelf. Nou, ga ik naar zo'n private message en dan kijk je naar wat dat dan is. Dan zie je hier eigenlijk de, even kijken hoor, dit is zeg maar de, dus daar kan ik je dan, heb je IRC response trader. Maar ik wil ook dat IRC request trader erin hebben. En dan wil ik en daar kan ik dan ook weer een button voor maken. IRC bijvoorbeeld. Nou, heb ik ook een button. Er mist alleen wat, want ik heb hiervoor staat nog een bericht van mij, dus ik weet niet waarom die dan mist hier. Maar goed, dat is even, goed even fijn. We hebben nog 7 minuten zie ik, dus ik denk dat ik hem even ga afronden. Maar dit zag er dus, je hebt het nu uit de IRC of uit de capture getrokken, maar dit, zo zag het eruit. Nou ja, goed, ik dacht later nog, eigenlijk moet ik nog, want ik ging toen slapen, ik denk van nou, laat maar. Maar ik dacht later wel van joh, ik moet hem wel, ik zeg hem, maar het kan natuurlijk ook, het is niet zeker dat het een man of een jongen was. Maar het klonk als een scriptkiddie die dingen aan het uitproberen was en het kijken wat er mogelijk was. Nou, maar ondertussen heeft hij wel mijn systeem gehackt, hij heeft de DDoS dingen afgevuurd, hij is toch wel bezig geweest met de dingen die je eigenlijk niet zou moeten doen. En ik had zijn IP-adres, want hij zat niet achter een Tor-node, hij zat gewoon vanaf zijn eigen DSL-verbinding die IRC-verbinding te doen. Dus hij was ook niet echt heel bewust van het feit dat hij dingen aan het doen was die konden. Dus ik had eigenlijk zoiets, ik moet nog een keer inloggen, kijken of ik hem weer kan aanspreken en dan een waarschuwing van joh, dit is toch niet zo handig wat je aan het doen bent. Maar goed, dat is er nooit van gekomen, maar het was wel echt super grappig dat je het was 1 uur 's nachts, dus je zit nog dingetjes te doen en ineens zit je met je attacker te communiceren. Nou, wat takeaways van deze talk. Het is super leuk om een CV. Ik bedoel, dit was mijn eerste keer dat ik een CV onderzocht. Vooral omdat ik zelf. Ik had cyberschaamte. Dat ik me niet bewust was dat ik vulnerable was. Dus daar had ik een stuk. Ik denk van ja, maar dan wil ik het onderzoeken ook. Dus dat. Ja, zorg wel dat je het op een veilige manier doet. En zeker dat je geen anderen belast. Ja, maak packet captures, uiteraard. Wie doet dat niet? En qua wireshark tips, profiles, display filter buttons, packet coloring en CLI tools, die help je gewoon heel erg in dit soort dingen. Dus die kan je daarvoor gebruiken. Zijn er vragen?
Als je nog niet goed weet waar je naar zoekt, hoe kun je dan al die packages bewaren voor zoveel dagen? Bij mij is het binnen een half uur vol. Dat hangt van je capture systeem af. Ik heb een, dit is op een IOTA die ik in bruiklijn heb, van Profitap is dit gemaakt. Dus die heeft 1 terabyte opslag en die monitort gewoon mijn netwerk en dan kan ik eruit vissen wat ik nodig heb. Dat kan je zelf natuurlijk ook bouwen met een laptopje en een ringbuffer. Dus het is maar net wat voor resources je eraan toekent. Ja. Maar je moet wel een ringbuffer maken. Als je in Wireshark geen ringbuffer maakt, dan wordt er analyse gedaan, er wordt status bijgehouden van dingen en dan loop je geheugen vol. Maar als je met je ringbuffer opties, dus min b, als je het op de commandlijn doet, min b, file size, ik doe meestal 64 mb, dat is goed te hanteren. En dan zeg 10.000 files, dan heb je een 640 gigabyte buffer die gewoon niet meer volloopt. Die blijft gewoon elke keer, dat is de truc. Ja. Andere vragen? Wie heeft er ook wel eens op deze manier een vulnerability onderzocht of gekeken van joh, wat gebeurt er nou als je dingen doet die niemand? Op deze manier, Nou ja. Ik zou zeggen dat je ook echt gaat kijken wat doet zo'n ding nou? Wat zeg je? Ik kom niet verder dan loganalyse. Nou ja, dat is toch ook interessant. Fantastische zaken. Nou, mocht je ooit nog toch wel vragen hebben over Wireshark of netwerkanalyse, whatever in het algemeen. Mijn e-mailadres staat in de slides en dit is nog even de marketing slide. Ja, dat is klopt. Doe maar. Die heb jij in je hand, toch?